Humphrey Jeru, districtscommissaris van Boven Suriname, zegt dat er hard gewerkt wordt aan de totstandkoming van de weg die loopt van Jumu tot het Langogebied. De DC gaf dit in een interview tijdens het bezoek van minister André Misikaba het afgelopen weekend aan het gebied aan. Hij verklaarde dat de 22 kilometer lange landroute reeds was aangelegd, maar dat deze niet rijklaar was. De mannen van het dorp werken volgens hem met technische assistentie van het ministerie van Openbare Werken, Transport en Communicatie er hard aan om de weg binnen 2 maanden rijklaar te maken. Echter is volgens de DC nu de beste periode om de werkzaamheden af te ronden. Het is nu droge tijd en die jongens van het gebied hebben gezegd, als we de ondersteuning krijgen, kunnen we die weg eigenlijk binnen 45 dagen af hebben. Zoals zij dat zeg maar zouden willen op bruggen leggen. Op Kampsa de Kriki. Zouden ze 35 dagen nodig hebben. Dus, en het is nu droge tijd, de beste tijd om een weg te kunnen maken. Dus we werken er hard aan om die weg, voordat de droge tijd over is, af te hebben gebouwd. Dus als ik goed begrijp, doen die jongens van het gebied het zelf? Ja. Dus we hebben tot op dit moment slechts de technische medewerker van de mannen die moesten komen om die machines zeg maar te servicen. Voor de rest zijn het jongens van het gebied die worden ingezet om die weg te maken. Deze Jeru zegt verder dat dit project diverse voordelen zal hebben, vooral voor de gemeenschap van het Langogebied. Hij gelooft ook dat de weg een andere ontwikkeling teweeg zal brengen in het gebied. Voor Boven Suriname is het geheel een geweldig project. Maar zeker voor de mensen van Lango zal het een verlichting zijn. Omdat het niet... Kijk, de mensen gaan over de Sula lopend. Voor bepaalde mensen, als je ziet, dan zou je denken, het is leuk, het is een avontuurtje. Maar de mensen zijn verplicht dat te doen. Ze hebben geen andere keus. Dus met die weg hebben ze een andere kans. Dan kunnen ze met een tractor en zelfs uiteindelijk als die weg op zodanige manier is gemaakt, kunnen ze dus gewoon met een auto eroverheen. En daar zullen mensen zich afvragen, maar van waar je ook onder heb je nou? Ik ga maar een beetje toepik op verleden. Er zijn tractoren hier en daar, dus er is altijd een mogelijkheid om ze daar te krijgen. Maar dan hebben de mensen in elk geval, zeg maar, ze zullen iets anders beleven. Het zal voor hun een historisch moment zijn als die wegkomt. Want dan heb je ook dat iemand die bijvoorbeeld al lang woont en misschien ooit een auto wil kopen om in dat gebied te rijden. Dan mag je bij een pick-up, dan mag je rijden naar passie. Dan mag je kan mij gebruiken in een taxi of weet ik veel wat. Maar dan mag je dit rasmaffing. Ze kunnen als dorp ook misschien gemeenschappelijk. Ik kan bij een biggie truck, dat die van ons maken naar Alai. Dan wil je alle desma naar Psani. En we kunnen zelfs zo ver gaan dat uiteindelijk er een bus daar komt. Voor je rijden, maar want dit is maar ik kom om mijn boto. Dan moet je die mensen kunnen transporteren. Dat was dus Humphrey Jeru, districtscommissaris van Boven Suriname. Hij benadrukt dat deze weg een nieuwe wereld zal openen voor de mensen van het gebied.